Beste mensen, volgens mij is het 7:30. Dat is zelfs nog even voor 7:30. Maar de griffier meldde mij dat we er klaar voor zijn. We zijn er natuurlijk pas klaar voor als de heer Bonkers ook is gearriveerd en op zijn plek. Die heeft een goed excuus. Ja. Ja, ja, precies. De jongste aanwas in Coevorden moet ook goed verzorgd zijn. Dames en heren, laat ik daar maar op aanhaken, want goed om u hier allemaal te zien. Want het feit dat u hier bent, geeft meerdere dingen aan. Eén, dat u zich kennelijk gezond genoeg voelt om u niet als een potentiële bron van de verspreiding van dat akelige virus te beschouwen wat momenteel de gemoederen zozeer bezighoudt. Waarvan wij nu ruim 3 weken geleden, 29 februari, een datum die je sowieso niet snel vergeet, het allereerste geval in het noorden van Nederland te pakken hadden hier in Coevorden. Zo lang is het alweer geleden. Maar niet lang voelt u zich goed genoeg om hier te zijn. En dat verklaart ook tevens de afwezigheid van een aantal anderen. Eén, omdat we natuurlijk ook vinden dat we de risico's om bij elkaar te zijn zoveel mogelijk moeten beperken. Dus de raad heeft in zijn wijsheid door middel van de fractievoorzitters besloten dat dit de samenspel kan zijn van vanavond. Ik aarzel dus ook om de raadsleden die vanavond niet onder ons zijn af te berichten. En al helemaal niet omdat ze ziek zouden zijn. Maar we weten natuurlijk ook, en ook dat is een valide reden, dat ook voor leden van de raad geldt dat als je zelf tot de kwetsbare categorie inwoners behoort, dat het ook verstandig is om elk risico, hoe klein dan ook, te mijden. En dat schetst, dames en heren, de hele bijzondere context waarin we vanavond bij elkaar komen. En daarom ziet de opstelling er ook anders uit dan u gewoon bent. Daarom hebben wij ook geen publieke tribune en zitten hier alleen maar de mensen die op uitnodiging deel uitmaken van deze bijeenkomst. En daarnaast natuurlijk u als raadslid en de leden van het college. En zijn we een van de weinige raden, ik geloof dat vanavond de gemeente Westerveld ook bijeenkomt, die toch vinden dat de werkzaamheden als raad ook doorgang moeten kunnen vinden. Natuurlijk in het besef dat dat een wat gemengd gevoel oplevert. We worden toch ook geacht het goede voorbeeld te geven, zoals we nu doen, hè, door goede afspraken te maken omtrent de beste bescherming door afstand die we maar kunnen bieden. Maar tegelijkertijd ook uit te stralen dat we vinden dat juist misschien wel als lokale overheid, als eerste overheid, nu de samenleving zoveel te verduren heeft, dat er ook voor ons een bijzondere verantwoordelijkheid is om tot die dingen te komen die gedaan moeten worden als overheid. En daar is de raad niet anders dan onze medewerkers en dan onze collegeleden. Ook u heeft uw eigen rol, dat bent u zich goed bewust. En dat proberen we zo goed mogelijk te faciliteren. Dat zal in de komende weken er heel anders uit gaan zien dan wat we tot op heden gewend waren. Daar hebben we al even kort over gesproken in het kring van de fractievoorzitters. En ik stel me ook voor dat we binnenkort, donderdag staat er een fractievoorzittersoverleg gepland, dat we in dat seniorenconvent de regie nemen over de vraag op welke wijze we het beste invulling aan die rol kunnen blijven geven in het licht van alle beperkingen die we ook kennen. Maar als wij het niet doen, dames en heren, op het lokale niveau, dan is de samenleving echt aan zijn lot overgeleverd, zou je kunnen zeggen. En het zou ook niet goed zijn als we onder een noodsituatie, een noodwet zouden moeten fungeren in Nederland, waarbij alle democratische principes terzijde worden gesteld. Zover is het gelukkig nog niet. Wij zijn er wat mij betreft als gemeente Coevorden ook klaar voor om het hoofd te bieden aan veel vragen die er in de samenleving leven rondom dit thema. Een klein voorbeeld zijn de schriftelijke vragen die inmiddels zijn beantwoord over de vraag wat kunnen we als gemeente ook doen om de nood die nu al begint te dagen, getuigen ook de vele aanvragen op het gebruik van de BBZ-maatregelen, tegemoetkoming in financiële zin voor de toenemende liquiditeitsproblemen van ons bedrijfsleven. Die vragen zijn actueel en verdienen ook een antwoord waarbij u ook als raad het recht erop heeft dat ook uw politieke mening daarin kan worden meegewogen. Nogmaals, hoe dat eruit ziet,
Daar hoeven we het vanavond niet verder over te hebben. Wat mij betreft via de kring van de fractievoorzitters en met maximale ondersteuning wat mij betreft vanuit de ambtelijke organisatie en facilitering ook door het college en samen met de griffie daarin optrekken. U weet allemaal dat wij dit doen dus conform de afspraken zoals die ook onder de GRIP 4 regeling gelden. Voor de niet ingewijden zal ik dat even toelichten. De GRIP staat voor de gecoördineerde regionale incidentsbestrijdingsprocedure. Een hele mond vol, maar het betekent in de praktijk dat we samenwerken in Drenthe ter bestrijding van deze crisis zoals overal in Nederland overigens. Waarbij ook bijzondere verantwoordelijkheden zijn belegd bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Dat is de basisstructuur van die crisis. Het is ook de voorzitter van de veiligheidsregio, dat hebben de raadsleden kunnen begrijpen uit de documentatie die ik daarover heb rondgestuurd sinds die structuur van kracht is geworden in onderling overleg. Dat betekent ook dat de voorzitter van de veiligheidsregio degene is die in uw midden ook verantwoording wil kunnen afleggen. Daartoe dient u ook geïnformeerd te kunnen zijn natuurlijk, dat zult u ook blijven. En dat ook hoort bij het nemen van de democratische verantwoordelijkheid om te kunnen stilstaan bij de vraag, is nou alles wel ook naar ons oordeel terecht geweest wat daar is gedaan onder de figuur van die GRIP-procedure. En hoe is dat tot stand gekomen? Welke positie heeft onze eigen burgemeester, ondergetekende dus, in die afwegingen dan gehad? Ook dat is kenbaar. En daarop zijn wij en blijven wij aanspreekbaar. En nogmaals, wat mij betreft is dat een basiskwaliteit van onze lokale democratie. En laten we ons gelukkig prijzen dat het inderdaad gelukkig nog niet zover is dat we ook daar ons moeten ontzeggen van die mogelijkheid om ook de stem van onze samenleving te vertolken en voor dienstbelangen op te komen. Eén afbericht wil ik wel melden eventjes, omdat ook dat past in de wijze afspraken rondom dit virus. Een van onze wethouders, we hebben natuurlijk één vacature. En een van onze wethouders, de heer Huizing, die leidt al iets van anderhalf week aan een verkoudheid. Hebben wij vanochtend toen wij op afstand met hem vergaderden nog kunnen vaststellen dat het nog niet over is. Maar ook dat hoort tot de wijze inperking die je dan geacht wordt te doen. Dus hij maakt geen deel uit van deze samenloop. Hij volgt hem natuurlijk wel online, zoals ongetwijfeld heel veel belangstellende inwoners van binnen en buiten onze gemeente. Last but certainly not least, een warm woord van welkom aan Steven Stegen en zijn familie. Ik zei al, zonder publiek, maar wel met mensen die gericht zijn uitgenodigd. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de familie Stegen, omdat zij de hoofdmoot van de inhoudelijke behandeling zijn. Nou, dat geldt natuurlijk vooral voor Steven. Maar vrouw, zoon, vader en moeder zitten hier successievelijk keurig op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Dat zullen ze thuis ongetwijfeld anders doen. Maar hier past dat wel bij het gewenste voorbeeld. Zit hier allemaal om deze bijzondere gebeurtenis die ons vanavond op de agenda heeft doen samenkomen ook mee te maken. Het leidend voorwerp zou je kunnen zeggen van vanavond, want hij blijft tot ongeveer het laatste moment van deze vergadering ook gewoon ambteloos burger. Dat is allemaal in uw handen en natuurlijk heeft hij dan ook nog een vraag te beantwoorden. En natuurlijk ook welkom aan de pers die gericht zijn uitgenodigd, ook onder diezelfde figuur van het waar mogelijk zo goed mogelijk beperken van het aantal aanwezigen. Maar het is ook belangrijk dat de openbaarheid niet alleen wordt afgedekt door het feit dat wij live streamen. En zoals gezegd, ik denk dat er veel mensen nu van die gelegenheid gebruik zullen maken, inclusief onze afwezige collega-raadsleden. Maar dat ook de pers aanwezig kan zijn om ook de sentimenten in en rond de vergadering en ook bij de anderen dan de spreker die op dat moment in beeld is, om dat ook te kunnen registreren en er goed, heel goed verslag van te kunnen doen. Ten behoeve van de buitenwereld die op dit moment ook nog heel erg zoekend is en zelfs dus inderdaad ook in Drenthe. Van hoe gaan we dan toch om met het feit dat je soms als volksvertegenwoordiging ook bij elkaar dient te komen. Ik hoop dat we in die zin toch een mooie en een memorabele avond tegemoet zien. Eén ding weet ik wel vrij zeker. Dit zal denk ik gedurende nog heel lange tijd de enige wethouder in Nederland zijn die in zo'n bijzondere situatie is voorgedragen en zal worden benoemd. Dus laat dat dan een troost zijn voor het feit dat we niet een volle publieke tribune kunnen hebben. Maar het is des te bijzonderder. Goed, dames en heren,
vanwege deze wat bijzonderder aftrap van deze vergadering ben ik hier maar even gaan staan. Ik ga nu naar mijn plaats en kunnen wat mij betreft gewoon regulier een aanvang nemen met de agenda. Nadeel is natuurlijk wel dat ik niet meer op fluisterafstand van de griffier zit. Maar daar zullen we even goed wel doorheen komen. De opening is hierbij geschied en de mededelingen over afberichten en dergelijke heb ik daarin meegenomen. Ik stel agendapunt 3 aan de orde. Is er bij de vaststelling van de agenda behoefte om daar opmerking over te maken? Is niet het geval? Nee, dan is die conform vastgesteld. Dan zou ik graag de onderzoekscommissie geloofsbrieven wethouder willen instellen. En ik heb zojuist mevrouw Vissering gevraagd of zij daarvan het voorzitterschap op zich zou willen nemen. Na goed gebruik als het over de benoeming van een wethouder gaat, is dat een gezelschap dat bestaat uit de fractievoorzitters. Niet zijnde degene die de voordracht heeft gedaan. Dus ik kijk maar eventjes rond of mevrouw Katerberg en de heer Slomp het gezelschap zouden willen aanvullen. Ook ten tijde van de toetsing van de geloofsbrieven is natuurlijk zorg gedragen voor een veilige afstand waaronder dat kan gebeuren. Dat heeft de geruststelling van degene die daar niet bij kunnen zijn. Dan zou die afstand ongetwijfeld te klein worden. Dan zou ik de vergadering kort moment willen schorsen om de commissie de gelegenheid te geven die geloofsbrieven nu te onderzoeken en ons daarvan te berichten. Dat de heer Stegen niet in de gemeente Coevorde woonachtig is. Hij heeft een aanvraag om ontheffing ingediend van het woonplaatsvereiste voor de duur van een jaar van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente. Als de raad daar positief op besluit, zien wij geen belemmeringen in de voorgenomen benoeming. De commissie ziet ook overigens op basis van de aangeleverde stukken geen aanleiding om hem niet te benoemen als wethouder van de gemeente Coevorde. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vissering, en dank ook aan de overige leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Het verslag maakt nu onderdeel uit van de verdere beraadslagingen. Ik voeg daar nog aan toe dat ik onze integriteitscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, gisteren ook bericht heb kunnen doen toekomen over de resultaten van de integriteitsanalyse die door het bureau Bing op mijn verzoek is uitgevoerd. En ook daar zijn geen beletselen voor de benoeming uit voortgekomen, anders had u dat ongetwijfeld ook van de commissie vernomen. Goed, dat gezegd hebbende kunnen we daarmee naar agendapunt 6, de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2020. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Dat is conform besloten. Dan de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Daar zijn een groot aantal stukken opgenomen. Het ontbreken van de commissievergadering speelt ons misschien in die zin een beetje aparte. En bovendien maak ik u er nogmaals op alert, op attent, dat is ook al schriftelijk gebeurd, dat aan de lijst is toegevoegd ter kennisname de brief van de voorzitter van de veiligheidsregio, zojuist al gememoreerd, in zaken informatie over de formele bestuurlijke rollen en afspraken binnen dat al genoemde GRIP 4. Het leek wel relevant om die niet nu nog te verdagen naar een volgende lijst, maar nu al eventjes formeel te kennisnemen op uw lijst ter afdoening te hebben vermeld. Wenst iemand het woord over de voorgestelde wijze afdoening ingekomen stukken? Is niet het geval? Dan besluit ook conform. Dank u wel. Dan zijn er onder agendapunt 8 een tweetal hamerstukken. Op basis van de bespreking in de commissie, voorstel in zaken het risicoprofiel, de beleidsvisie 2020-2023 van de gemeenschappelijke regelingen kaderbrief 2021 van de veiligheidsregio Drenthe. En het voorstel in zaken het ontwerpbegrotingswijziging 2020 en het algemeen financiële kader 2021 en volgende jaren van de gemeenschappelijke regeling EMCO, sociale werkvoorzieningschap. Er is niet verzocht om daar een stemverklaring over af te leggen, dus we kunnen met een hamerklap conform de voorstellen besluiten. Dat is bij deze vastgesteld. Dank u wel. Dan agendapunt 9. Verzoek om een korte stemverklaring te mogen afleggen over het voorstel in zaken de wijziging van de winkeltijdenverordening Coevorde.
Mevrouw Katerberg geef ik graag als eerste het woord, want die had om die mogelijkheid van een stemverklaring verzocht. Maar daarmee, u kent het gebruik, staat de stemverklaring mogelijkheid natuurlijk ook voor andere leden van uw raad open. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u voorzitter. Door de coronacrisis waarin wij ons bevinden, worden wij gedwongen te bedenken wat werkelijk belangrijk is. Hopelijk zijn we onderweg naar een tijd waarin niet langer geld, maar de mens centraal staat. Nu komen snel de uitgangspunten van het CDA naar voren. Solidariteit is daar één van. Elkaar helpen en betrokkenheid tonen. De titel van het verkiezingsprogramma van CDA Coevorden is Geef ruimte aan de samenleving. Onze fractie ziet ook dat de samenleving verandert. Dat nu voorligt om de winkelopeningstijden te wijzigen, is daar een gevolg van. De zondagsopenstelling vanaf 12 uur, zoals die 5 jaar geleden is ingesteld, leek een mooie compromis om tegemoet te komen aan zondagsrust en de wens van de consument. In het raadsvoorstel dat nu voorligt, wordt nog steeds gesproken van zondagsrust, terwijl de winkels open mogen van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Wij vinden het ongepast dat dit zo in het voorstel staat. Het is goed dat er stil wordt gestaan bij ons punt van zorg, maar dat wordt op deze manier niet serieus genomen. De zondag is in onze cultuur een rustmoment. Tijd voor jezelf en de mensen direct om je heen. De een springt op de mountainbike, de ander slaapt zijn roes uit en weer een ander gaat naar de kerk of naar een concours. Iedereen is vrij om dat moment op eigen wijze in te vullen. Dat ondernemers, hun werknemers en gezinnen dit meestal rustige moment in de week wordt afgenomen, dat spijt ons. Met hen willen wij solidair zijn. Er wordt binnen onze fractie wisselend gedacht over het aannemen van dit raadsvoorstel. Wij hebben onze overwegingen bij het al dan niet uitbreiden van de zondagsopenstelling kenbaar willen maken. Vandaar deze stemverklaring. Dank u wel. Nou ben ik wel benieuwd naar het stemgedrag straks. Want u geeft wel een verklaring. Ik ben wel ook benieuwd naar de lange versie van uw korte stemverklaring. Daar krijgt u niet meer de gelegenheid voor. Dan moeten we toch zo meteen nog even ophalen hoe dat uitpakt. Maar misschien heeft u wel beide afgesproken dat u beide een verschillend aspect van die verschillen in uw fractie laat zien. Dat is niet het geval? Oké. Mag ik dan nog even horen wat u zult stemmen? Nou, wij zijn ervan uitgegaan dat er een hamerstuk is en dat we daarmee gewoon instemmen. Okay. Maar we wilden wel onze bedenkingen weergeven. Dat is dan helder. Ja, nee, dank u wel. Maar dan maakt het mij wel mogelijk om, als er niemand anders gebruik wil maken van de gelegenheid om een stemverklaring af te leggen. Ja, dat is wel het geval. Mevrouw Driehuis. Ja, dat hadden wij ook al aangegeven tijdens de vergadering. Tot 15 jaar geleden was het heel gewoon dat winkels 's avonds gewoon gesloten waren en op zondag. Dat is later veranderd in een aantal zondagen en tegenwoordig zijn winkels alle zondagen open. Zoals eerder aangegeven zou handhaven hier logischer zijn geweest dan nu weer overgaan tot verdere vrijstelling. Wat ons betreft is dat fout gedrag belonen. Vanuit het perspectief van omwonenden bij supermarkten is er volgens ons geen enkele noodzaak om supermarkten nog eerder open te laten gaan dan 12 uur en nog later te laten sluiten dan 5 uur. Onze fractie zal dan ook niet akkoord gaan met dit voorgestelde wijziging. Dat is helder. Dank u wel. Anderen die gebruik willen maken van de stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat met de stemmen van de fractie PAK tegen, overige stemmen voor, het voorstel is aangenomen. Al dus besloten. Ja, dan zijn we bij agenda punt 10. Datgene waarom we in deze bijzondere samenstelling bijeen zijn. Het initiatiefvoorstel om tot benoeming van een wethouder over te gaan. Ook de legitimatie van het feit dat we hier vanavond bijeen zijn, omdat het nou eenmaal niet anders gaat binnen de grenzen van de wet, dan door op deze manier ook feitelijk, fysiek, wel met elkaar samen te komen en het besluit ook daadwerkelijk te nemen. Ik geef zoals gezegd graag eerst de gelegenheid aan de, wat ik zojuist noemde, de geestelijk vader van het initiatief raadsvoorstel, de heer Boy van de fractie BBC 2014. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen graag even een korte toelichting geven hoe we tot de keuze van Steven Stegen zijn gekomen. Dat is als volgt. Steven is geboren en getogen in Schoonoord en kent de gemeente en de cultuur in de dorpen dus goed.
Hij past volgens de selectiecommissie uitstekend in de profielschets die BBC 2014 opgesteld heeft. Ook de fractie kan zich uitstekend vinden in de gemaakte keuze en is unaniem in de voordracht aan de gemeenteraad. Steven is iemand die eerlijk en oprecht is en verbinding kan maken met de samenleving. Hij is iemand die leiderschap en lef toont, maar ook vertrouwen wekt en op samenwerking gericht is. Ook is hij communicatief sterk en beschikt hij over een breed netwerk. Ik heb al verschillende keren gesprekken met Steven gevoerd, heb daar een heel goed gevoel bij gekregen en ben ervan overtuigd dat Steven in de eerste plaats uitstekend binnen BBC 2014 past, maar ook als wethouder zal hij zich zeer zeker op zijn plek voelen. Hierbij wil ik het laten, voorzitter. Dank voor deze inkleuring van het voorstel. Dan geef ik het graag in bespreking. Wie wenst nog meer het woord te voeren over de gedane voordracht? Is dat niet het geval? Nee? Allemaal eens met datgene wat hier gevraagd wordt? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Dan is de volgende vraag die hierbij hoort. Heeft u behoefte aan een hoofdelijke stemming of kunnen we bij acclamatie besluiten dat kan worden ingestemd met het voorstel? Is dat het geval? Bij acclamatie is dan dat iedereen instemt. Nee, voorzitter, ik heb behoefte aan een hoofdelijke stemming. Oké, dat mag. Dan gaan we het echt op zijn formeel doen. Dan vraag ik de griffier de stembriefjes te laten rondgaan. Gebeurt dat ook nog eens? Dan krijgt u kort de gelegenheid om het briefje in te vullen en dan zal de griffier het vervolgens ook weer ophalen. Of... Ja. We hebben geen hoge hoed waarin ze kunnen worden gedeponeerd. Ja, gelieve de briefjes gesloten. Nou ja, ja, zo moet het officieel, hè? Gesloten de briefjes bij de griffier in te leveren. Dan zou ik de zojuist afgetreden zijnde leden van de commissie geloofsbrieven wethouder ook maar meteen tot de commissie stemopneming willen benoemen. Om onder mijn ogen, zoals dat in de wet staat, de balans op te maken van de resultaten van deze stemming. Mag ik jullie vragen om dat te doen? Nee, dat is van de commissie stemopneming dan. Hè? Ja, en dat moet eigenlijk hier plaatsvinden, in deze zaal. Want dat is een openbaar proces, net als onze verkiezingen. Dus dat moeten we even op een gepaste manier doen. Als je verschillende tellingen even achter elkaar uitoefent, dan hoeft dat met dit aantal niet al te ingewikkeld te zijn. Goed, met dank aan het verzoek van de heer Stoker om het op deze manier te doen. Dat maakt het mij mogelijk om u mee te kunnen delen dat met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen besloten is tot benoeming van de heer Stegen tot wethouder van de gemeente Coevorden. Dat is mooi, maar dat betekent ook dat ik hem vervolgens de vraag dien te stellen. Meneer Stegen, wenst u deze benoeming te accepteren? Ja, graag, voorzitter. Oké, ja, dat is wel even van belang om te weten, want anders had de behandeling van het volgende voorstel namelijk weinig zin. Namelijk het voorstel om de heer Stegen een positief antwoord te geven op zijn verzoek ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste voor de duur van 1 jaar. Dat is de wettelijke eis die gesteld wordt en waar op deze manier mee omgegaan kan worden. Maar het vereist wel een officieel besluit van uw raad. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Want dat mag natuurlijk ook bij dit bespreekpunt. Niemand? Nee? Dan is conform het voorstel ingestemd met het verlenen van ontheffing. Met ingang van 24 maart van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van 1 jaar. En dan, dames en heren, zijn we daarmee gekomen aan het laatste punt onder de bespreekpunten voor de sluiting. En dat is namelijk de beëdiging van de wethouder. Dus ik verzoek de heer Stegen hier voor mij plaats te nemen. Hij weet dat vanuit zijn vroegere rol als geen ander hoe dat gaat. En dan zal ik hem de belofte afnemen, want dat heeft hij aangegeven graag te willen doen. Je mag wel even meer naar voren gaan staan. Ik weet niet hoe de camera is dan ingesteld. Ja, als je maar bij mijn kant uit kijkt. Ja, Jan. Ja, we hebben hier ook de veiligheidseisen in acht te nemen. Hè. Dus dat is allemaal wel een beetje middelen hoe dat dan gaat. Ja, de camera zoekt naar een instelling. Nou, dat komt helemaal goed.
komt helemaal goed. Kijk, nou zijn we ook voor degenen die het online volgen helemaal in beeld, Steven. Mooi. Ja, laten we beginnen met het formele deel. En dan vraag ik je mij te antwoorden door te zeggen dat verklaar en beloof ik op de volgende tekst. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel. Dan ben je hiermee ook beëdigd als wethouder. Welkom in ons midden. Heel veel succes gewenst. Je bent natuurlijk geen vreemde in deze zaal, maar inderdaad vanuit een heel andere rol. We hebben er alle vertrouwen in. We hebben al wat nader met elkaar kennis gemaakt, ook sinds de voordracht. Alle vertrouwen in dat het een goede bijdrage zal zijn aan ons gemeentebestuur. En inderdaad, we hebben voltallige alle kracht die we kunnen opbrengen ook nodig in deze bijzondere tijden. Dus wees welkom. Veel plezier in deze, wat ik altijd mijn nieuwe wethouders voorhoud, in deze fascinerende hondenbaan die je nu bent gaan bekleden vanaf dit moment. Gefeliciteerd en veel succes. Ja, traditionele handen geven, dames en heren, dat zult u begrijpen. Dat valt nu onder de richtlijnen van het RIVM. Dus hoe u daarmee omgaat, dat is aan u zelf. Ik neem aan dat binnen de familie daar andere invulling aan wordt gegeven. Ja, ik zal onmiddellijk ruimte geven. Dit is geen extra risico. Ja, een bijzonder moment om mee te maken lijkt me dat, ook als ouders. Ja. Maar ook als echtgenote en als zoon. Bijzonder mooi moment. Dames en heren, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze raadsvergadering. Ik suggereer het al bij mijn openingswoorden. Ik verwacht dat de frequentie van onze officiële bijeenkomsten echt tot het minimum beperkt zullen worden. Maar er zal opnieuw aanleiding zijn om onder bijzondere omstandigheden toch nog bij elkaar te komen. Dat durf ik ook wel te voorspellen. We zijn hier voorlopig nog even niet vanaf. En zoals gezegd, wat mij betreft maken wij donderdag een aanvang met het in overleg met de fractievoorzitters invullen van de regie over hoe we ons werk, ook als volksvertegenwoordiging van de gemeente Coevorden, kunnen blijven vormgeven in de komende maanden en wat u daarvoor nodig heeft om dat ook goed te kunnen doen. Dank u wel, de vergadering is gesloten.